Lieve mensen, en met name wil ik daarbij aan mijn linkerhand ook mijn schoonvader benoemen. Want op een gegeven moment vind ik het een hele eer dat hij hier vanmiddag is. Naast op een gegeven moment mijn naaste familie. Lieve mensen, in mijn wethouderschap stond de liefde voor de medemens centraal. De liefde zoals in het evangelie als volgt is omschreven. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. En even verderop in 1 Korintiërs 13. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Als politiek leider koers je op de uitgangspunten van je partij. In mijn geval het Christendemocratisch Appel, het CDA. In volle overtuiging probeer je met anderen je idealen te verwezenlijken. Daarbij altijd voor ogen houdend dat het in de eerste plaats gaat om de mens. Als wethouder krijg je een positie waarbij de centrale positie van de mens een nog veel diepere betekenis gaat krijgen. Vanuit mijn levenslange betrokkenheid bij de mens en zijn verbanden was, zoals ook de burgemeester reeds opmerkte, de portefeuille samenleving en zorg een geweldige uitdaging. Hoe je het vervolgens inhoudelijk vorm gaat geven is afhankelijk van vele factoren. Je visie op korte, maar nog eerder op de lange termijn, respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, het opereren in teamverband met college, maar uiteraard met de raad en niet in de laatste plaats met de samenleving. Het vermogen om in te spelen in een zich steeds veranderende samenleving, maar voor alles de liefde voor je naaste. De jongeren, de ouderen, mensen zonder of met een beperking en van welke geaardheid dan ook. Natuurlijk kun je veel meer noemen, maar een wethouder, wat dat betreft, is ook maar een mens. En dan aan de slag. Je totaal vergissend waar het gaat om de werktijden. Er zijn van die functies waarbij je tot de conclusie moet komen dat je bent ingehuurd voor 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar ik heb daarover altijd gezegd dat je niet moet zeuren. Dat had je kunnen weten en je hebt er zelf voor gekozen. Als geboren en getogen Damster, en dat is een inwoner van Appingedam in de provincie Groningen, is nuchterheid mij niet vreemd. De portefeuille samenleving en zorg, het jeugdbeleid, het seniorenbeleid, het dorps- en wijkgericht beleid, het onderwijs, de brede portefeuille van de WMO, de sport, recreatie en toerisme, de cultuur, het gezondheidsbeleid, het vreemdelingenbeleid, het welzijnsbeleid waaronder dorpshuizen en het subsidiebeleid, het monumentenbeleid. Als je dit hele veld op je laat inwerken, dan kom je tot de conclusie dat je dus met iedereen in onze samenleving te maken zou krijgen. Niemand uitgezonderd. En dat heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren. Om een duidelijke en herkenbare koers te varen, zowel voor de politiek als voor de samenleving, heb ik ervoor gekozen om de termen als samen, samenhang, samenwerking daarbij te betrekken. En dat is in mijn visie niet verwonderlijk. Wanneer je het begrip samenleving op een nadere wijze invult, kom je op samen leven. Twee begrippen horen onlosmakelijk bij elkaar. Mensen laten zien dat samen leven zoveel meer is. Met respect voor elkaar en elkaars mening. Samen verantwoordelijkheid willen nemen en dragen. Ruimte laten voor een persoonlijke ontplooiing.
uitgangspunten die, en daarvan heb ik de afgelopen jaren etelijke voorbeelden mogen zien, een groter maatschappelijk rendement hebben opgeleverd dan die initiatieven die alleen maar het eigen gewin voor ogen hebben gehad. Wethouder was voor mij een groot voorrecht om een misschien bescheiden bijdrage te leveren aan de inrichting van onze samenleving, zodat iedereen daar zijn of haar plekje op een goede, verantwoorde wijze kan invullen, is geweldig en geeft ook een enorme voldoening. Het is een gevoel wat je nauwelijks onder woorden kunt brengen. En natuurlijk, er zijn ook momenten geweest dat je enorm baalde en dat je boos was en teleurgesteld was. Dat de keuzes die je maakte niet door iedereen werden gewaardeerd, heeft soms tot felle discussies geleid. Maar zo gaat dat in de politiek. En daar ben ik dan ook nooit voor weggelopen. Maar laten we ervoor waken dat we in dergelijke situaties elkaar wel in waarde laten. Het gaat in de eerste plaats niet om de wethouder, maar het gaat om de samenleving. Nu kan ik mijn toespraak afronden om een groot aantal mensen en organisaties te bedanken. En daarbij niet in de laatste plaats het thuisfront. Maar ik ben ook niet diegene die dat tot in de kleine uurtjes zal gaan doen. Want mogelijkerwijs bent u dan zeker in mijn geval en in mijn portefeuille niet voor het donkere thuis. Lieve mensen, dat doe ik dus dan ook niet. Ik bedank de samenleving en ik hoop dat u zich daarin herkent. Mij past tot slot in alle bescheidenheid en dank u, Heere God, voor al die jaren dat ik in gezondheid in een kleine en in grote kring omringd ben door lieve, fantastische mensen en er mocht zijn voor de samenleving van onze prachtige gemeente Oldebroek. Dank u wel. André, dankjewel.